Goeiedag. De natuur is toch echt wel een beetje al in de lente-stemming, hoor. Dit is ook een mooi voorbeeld, deze boom die al in bloei staat. En we krijgen heel veel foto's al binnen van bloeiende bomen. Zoals hier de bloesem van zo'n boom die al volop te zien is. Het weer, dat is toch nog niet echt lenteachtig. Natuurlijk, we hebben die hoge temperaturen, maar het weerbeeld is vaak wisselvallig. En ik kan me bijvoorbeeld goed voorstellen dat u deze tweede week, helft veel meer herfstachtig vindt aandoen. Omdat er dan weer flink wat regen en soms ook veel wind wordt verwacht. Maar wel die hoge temperaturen dus. Ook vandaag was dat weer het geval. Vanmiddag viel er regen. Die regen die trekt naar het oosten weg. En vanavond en ook vannacht, dan blijft het droog en zijn er ook wat opklaringen. Morgen ziet het er dan niet verkeerd uit. Die dinsdag die verloopt droog met wolkenvelden en opklaringen. Zeker in de ochtend is er wat ruimte voor de zon. Later in de nacht van dinsdag op woensdag passeert snel een storing. Dan wordt het tijdelijk wat droger. Maar woensdag in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het gaat het stevig regenen en dat niet alleen. Ook donderdag wordt het gewoon kletsnat. Dan komt er veel neerslag vanuit het zuidwesten opzetten en dan kan het ook nog stevig gaan waaien. Overigens is het dan wel 13, 14 graden buiten met al die regen. Nou, vanavond trekt het laatste buitje weg naar het oosten. Vannacht zijn er dan wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar zo'n 3 tot 6 graden. laagste temperaturen hier in het noordoosten. Er staat niet al te veel wind. En morgenochtend is er ook nog wel ruimte voor de zon. Maar naarmate de dag vordert, neemt wel de bewolking toe. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt weer op naar 10 tot 12 graden. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan de dagen erna. Ja, dan dus wel weer regen. Woensdag, dan is het in de ochtend grotendeels droog. Dan hebben we een beetje regen in de nacht gehad. In de middag gaat het aan regenen. En donderdag gaat er ook flink wat regen vallen. Bij temperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Na donderdag komen we in een andere luchtsoort. En dat kunnen we goed zien aan de temperatuur. Die komt wat lager uit. Ook in de nachten wordt het dan wat frisser. Misschien wel een keertje vorst aan de grond. Maar vooralsnog blijft het toch wel vrij wisselvallig. Nog een fijne dag.